Een voertuig zonder stuurwiel, rempedaal en zonder een bestuurder. Ze zeggen dat het onmogelijk is. Als je zo'n Beeple tot uw beschikking zou hebben en u mocht er een stukje mee rijden. Geen chauffeur erbij natuurlijk, met wie en waarheen? Oh. We staan op dit moment op de campus in Wageningen en achter mij ziet u een klein wit busje. Dat is de Wiepot. Daar gaat het vandaag allemaal om. Een zelfrijdend busje wat hier op de campus helemaal autonoom gaat rijden. Niet meer met een traditionele chauffeur erin, maar slechts met een tablet die aanwijzingen geeft waar die naartoe gaat. En voor de rest dus helemaal zelfstandig de weg op. Vandaag de eerste test met minister Schulz, die straks als eerste een proefritje mag gaan maken. Hoewel er al enkele proefritjes zijn gemaakt net. Heel spannend wat het gaat opleveren. En ook natuurlijk heel spannend hoe lang het zal duren voordat echt de wegen in Nederland bevolkt zijn met zelfrijdende wagens. Dames en heren, u bent bij een geschiedwaardig moment aanwezig. Want voor het eerst, de allereerste keer, gaat er een autonoom rijdend voertuig zonder stuur, zonder bestuurder, zonder pedalen de openbare weg op. En ik heb al in heel wat zelfsturende auto's en vrachtauto's mogen zitten, maar altijd zat er nog iemand aan het stuur voor het geval dat. Dus vandaag is echt een hele bijzondere dag. Het is een dag waarop we nieuwe stappen zetten naar zelfrijdend vervoer in de praktijk. En Wiepot heeft ook flink gebotst al in de praktijk voordat ze de weg op ging, kan ik u vertellen. En een mooi voorbeeld ligt op het terrein van de Rijksdienstwoord Wegverkeer, ook onderdeel van mijn ministerie. Want de voertuigautoriteit is, zoals u weet, verantwoordelijk voor de toelating van voertuigen op de Nederlandse wegen, voor het afgeven van kentekenbewijzen. Ja, voor het afgeven van een kentekenbewijs is natuurlijk wel nodig dat je weet wat voor voertuig het is. En de Wiepot valt echt buiten alle bestaande categorieën, want het is geen personenauto, het is geen bus, het is geen motorvoertuig, want het heeft maar een beperkte snelheid. Het is hooguit een object op wielen. Ik weet niet of ik iemand beledigd nu, maar in onze ogen is dat dus een object op wielen. En ja, en als je het dan wel laat vallen op een personenauto, waar moet je het dan aan toetsen? Want er zit geen stuur in, geen gaspedaal, geen voor- of achterkant. En concreet betekent dit eigenlijk dat er heel veel ontheffingen nodig waren om de Wiepot ook toegang te verlenen. En het is mijn ambitie dat Nederland voorop loopt met innovatieve mobiliteit. Want ik zie echt grote kansen om onze mobiliteit soepeler te maken, veiliger te maken, schoner te maken, capaciteitsproblemen op te lossen. Allemaal met deze nieuwe systemen. En ik zie natuurlijk ook economische kansen. Nou, en onze nationale ambitie kan natuurlijk niet los worden gezien van internationale samenwerking. Het is natuurlijk cruciaal dat deze innovatieve mobiliteit ook in internationaal verband opgepakt wordt. Zeker de eerste helft van 2016, dan zijn we voorzitter van de Europese Unie, hebben we ook de kans om dat mooi neer te zetten tijdens dat voorzitterschap. En ik wil het voorzitterschap ook gebruiken om een aantal van de vraagstukken over zelfrijdend vervoer hoog op de agenda te krijgen en niet alleen op de agenda, maar uiteindelijk ook op te lossen. En ik denk aan zaken als privacy, als eigendom van data, verzekeringen, infrastructuur. Wat doet de overheid nou eigenlijk de komende tijd? Waar investeren wij in? Wat doet de markt? En hoe breng je dat een beetje op een goede manier samen? En we moeten in ieder geval voorkomen dat straks bij iedere grens een nieuwe update of een ander systeem nodig is, omdat zelfrijdend vervoer natuurlijk al grensoverschrijdend moet zijn. We zullen dan ook alle ministers in zelfrijdende auto's onderbrengen in april. Wat ervaring laten opdoen. Nou, dat zal nog niet in de Wiepot zijn, want vanaf mei gaat het ook wat voor breder publiek gaat hier rijden. Die blijft voor deze test nog in Wageningen Ede. En ik ga zo heel graag mijn eerste rit maken. Dank jullie. Mag ik u vragen om daar te gaan zitten? We hebben een speciale plek voor u. Ja, dat is waar.
gaat in Nijmegen. Jij bent voor ja, we gaan het doen. Ja, u bent al in Amerika geweest, begreep ik, in een zelfrijdende auto. Wat is het verschil met deze wietpot qua gevoel? Nou, je hebt zelfrijdende auto's en je hebt echt autonoom rijdende voertuigen, zoals een Google Car. Gewoon zelfrijdende auto's heb je alsnog. Je rijdt en je kan alleen maar sommige stukjes los en dan moet je het stuur pakken. Dus dat is eigenlijk best spannend, hè, wanneer pak ik het weer over. Nou, de Google Car is in principe, net als deze, echt autonoom. Ja, daar zit nog wel een stuur in, wel remmen in, want die mogen van Californië, mogen ze die er nog niet uithalen. Dus deze is toch wel echt zijn mooi stoerder dan Californië qua regelgeving naar mensen. Echt de mooiste. Want het moeilijke is natuurlijk het hybride gedeelte, waarbij er nog echte auto's en zo op de wegen zijn. Is er gedacht over een aparte soort spitsstrook, maar dan een zelfrijdstrook? Is dat, nou ja, vrachtauto's zou je er nog aan kunnen denken als truck platooning, hè, zodat ze allemaal op elkaar ingespeeld zijn en dicht op elkaar rijden, connected zijn. Bij auto's, ik denk dat het niet noodzakelijk is, want uiteindelijk is het zo veilig. Ja, en al die auto's waar ik tot nu toe heb gezeten, zie je dat je vrij snel weer het stuur kan pakken en tegelijkertijd ook weer los kan laten. Dus dat moet kunnen, alleen het is wel even, ja, je moet even leren, dat is spannend voor jou. En er gaan nu in de EU, ga je straks alle ministers in een zelfrijdende auto zetten, begreep ik? Ja. Spannend? Ja, het is wel spannend. Kijk, er zijn een paar landen die er ook al mee bezig zijn. En de Zweden vinden het heel interessant. Finnen, zijn we Duitsers. Koploper wel in Europa? Ja, wij zijn echt koploper. En je ziet nu de anderen ook een beetje een inhaalslag maken. Maar er zijn natuurlijk ook ministers in landen waar ze, nou ja, nog heel andere problemen hebben. Dus die durven er wel in te gaan zitten straks. We zullen het zien. Want je hebt natuurlijk ook het probleem van de hackers en zo. Ja, maar een auto kan gehackt als het helemaal technologisch gaat. Er is wel eens bijvoorbeeld een Jeep gehackt. Maar ik geloof wel dat die hackers er een jaar over gedaan hebben om te kunnen hacken. Dus ja, de kans is nog niet zo groot. Maar je moet nooit iets uitsluiten. Laatste vraag. Als je zo'n wiepel tot uw beschikking zou hebben en u mocht er een stukje mee rijden. Geen chauffeur erbij natuurlijk. Met wie en waarheen? Oh, nou, met Lieke Lamp natuurlijk, de trendwatcher. Want ja, die moet natuurlijk vertellen wat er allemaal gaat gebeuren de komende tijd. Nee, maar dit is natuurlijk ideaal voor mensen die bijvoorbeeld slechtziend zijn of gehandicapt, die niet goed zelf kunnen rijden. Ja. Dus ook, ja, het is niet alleen straks veiliger en schoner, maar ook... Het is niet alleen luxe, maar het is ook echt toegevoegde waarde. Echt ook toegevoegde waarde voor bepaalde doelgroepen. Of in regio's waar je bijna geen busvervoer meer kunt hebben omdat het te duur is, kan dit ook heel aantrekkelijk zijn. Heel hartelijk bedankt. Oké. Okay. Dank je.